Ik ben Menno Tros, 23 jaar en kom uit Horst. En dit is Bas, komt ook uit Horst, 24 jaar. En wij zijn de nieuwe eigenaren van wat voorheen Breakout is en wat nu verder gaat onder de naam de Horster Fabriek. En wat zijn jullie plannen voor de Horster Fabriek? Nou, die zijn best wel breed en eindeloos eigenlijk. Het is zo dat we door de week gaan er dingen komen gericht op sport, dans, dat soort dingen. En dan in het weekend is het echt feesten en partijen. Dus denk aan bedrijfsfeesten, gewoon zo feesten, bruiloften, koffietafels, dat soort dingen. Dat is een beetje in grove lijnen wat we willen gaan doen. Hoe komen jullie op het idee om dit over te nemen? Nou, we hadden begin van 2023 hier zelf een feest georganiseerd met de toenmalige eigenaar. En dat was helemaal goed gegaan, was leuk. En toen zijn we daarmee verder gegaan en toen het eind van 2023... kwamen wij, hadden we altijd contact gehouden met de eigenaar van toen. En toen zijn we, kwam het erop neer dat dit vanaf 2024, zeg maar, soort van, dat het vrij zou komen. En goed over nagedacht, veel over gepraat met elkaar en met mensen die er verstand van hebben. En toen op een gegeven moment dachten we van, dan gaan wij dat gewoon doen. En zo geschieden eigenlijk. Want jullie willen je ook voor een gedeelte richten op de jongeren. Ja. Wat zijn jullie plannen daarvoor? Nou ja, we vinden dus dat van eigenlijk elke leeftijd moet er iets te doen zijn hier. Dus we hebben ook dingen met de KBO bijvoorbeeld voor zeg maar de oudjes en dus ook voor jongeren willen wat gaan doen. En ja, denk aan gewoon feesten en dat soort dingen, maar ook misschien op muziek gerelateerde dingen van hoe maak je een beat, hoe word je DJ, zo'n dingen. Om daar gewoon een soort cursussen in te gaan geven, dat soort dingen. Of als mensen zelf ideeën hebben, dat is ook echt wat we graag zien, dat mensen zelf een idee hebben van nou, dit is leuk voor die groep. Nou, kom maar op, dan gaan we er wat van maken. Dus we zijn gewoon met een hoop ideeën bezig en eigenlijk voor elke leeftijd. Natuurlijk hopen we hier echt tot een succes te komen en hopen we misschien hier op het parkeerplaats een festival te organiseren. Waarschijnlijk een tweedaags festival en dan een beetje de jongeren uit Horst te proberen te bereiken en misschien een oudere doelgroep in Horst. We zijn nu vooral ons connectie aan het verbreden, dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen week hebben we een gesprek gehad met Kult. En zo proberen we eigenlijk iedereen in Horst ons gezicht te laten zien om meer mensen te bereiken.